gaan. Hallo, is iedereen daar? Ik mis nog wat mensen. Hallo. Fred, ik kom eraan, Fred. Jij wacht even. Ik ben er bijna. Schiet op. Zit die Fred er nog steeds groot uit? Ja, ik kom eraan. Wacht even, rustig aan. Jongens, het is vandaag officieel tijd om de stad te verlaten. Fred heeft een lucht. Schiet jou op. Fred, ik doe toch mijn best, man. Ik ben toch aan het lopen, joh. Sneller dan dit kan ik niet. Wel, ik heb mijn koningsoutfit al uitgetrokken, jongens. En ik ben klaar om te vertrekken. Maar Fred, wat Martin, heb jij gebouwd? Je zei... Alfred zijn er ook al. Ga maar. Hey, Martin en Alfred zijn. Fred, wacht even. Jij zei, ik heb vervoer geregeld voor uit de stad. We gaan naar de nieuwe wereld toe. We gaan leuke avonturen beleven met z'n allen voordat seizoen 3 uitkomt. Maar wat is dit? Wat is dit het vervoer? Dit een is een luchtballon. Het is een Fredballon, dit. Een Fredballon. Oh. Ja, sorry, ik wilde niet springen. Maar, nee, maakt niet uit. Alfred en Martin zijn er al zo te zien. Ja. Fred, het enige ding. Ja, hoe ga je dit? Hoe ga je dit zonder een Fred, zeg maar, pijn te doen zeggen? Fred, je bent denk ik te dik. Fred? Fred? Hallo? Fred? Ja. Nee, je bent denk ik te groot, Fred, om in de luchtballon nee, te gaan. Nee, ik heb hem berekend hiervoor. Nee, ja, maar heb je ook berekend dat ik er nog bij kom? En ik weet niet of er al andere mensen aankomen, maar... Ik denk niet, als ik denk op het moment dat jij in die luchtballon stapt, dat die luchtballon naar de grond crasht. Met je gewicht, zoals nu. Fred, waar ga je heen? Ik kom zo terug. Waar ga je heen? Wat ga je doen, tot Fred? Zo. Fred komt er... Hey, Ariel... Oh mijn god, gaat Ariel ook mee? Nou, Ariel komt er blijkbaar ook aan, jongens. Hey, Ariel, ga jij mee met de Fredballon? Nee. Fred. Nee, Ariel. Je gaat toch niet mee, hè? Ja, ik ga ook mee met Fred. Ik weet niet wat voor avontuur. Hij zei dat we leuke avonturen gaan beleven met z'n allen en zo. Nee, ik dacht, dus... jij blijft hier in deze miserige stad, dus ik ga hier weg. Nee, ik ga ook mee. We gaan gezellig met z'n allen. Nee, je gaat niet mee. We gaan allebei. Weet je, wacht maar op de luchtballon. Ik kom er ook zo aan. Fred, die gaat iets doen. Hij zegt, ik ben zo terug. Geen idee wat hij gaat doen. Ja, waarom was die man zo groot? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik heb hem afgeraden om met dat gewicht op de ballon te gaan. Ik maar wil eigenlijk helemaal niet met jou praten. Ik ga die ballon op en ik... Nee, ik wil jou helemaal niet zien. Oké, prima. Ga jij maar in de tussentijd gezellig met Martin en weet ik wat praten. Stil. Nou, Fred, waar blijf je? Ik wil gaan. Oh, daar heb je hem al. Hey, Fred, je bent weer klein. Hallo. Hoe heb je dat gedaan? Je bent weer klein. Ik voel me klein. Ja, dat snap ik. Waarom? Hoe heb je dit zo snel gedaan? Ik ben langs Fiona gegaan, maar zij blijft hier. Fiona gaat niet mee? Nee, ik heb gezegd, mag niet. Fiona mag niet mee? Nee. Waarom niet? Zij heeft mij verraden, nu ik haar. Oh, mijn god. Oké. Is dit iedereen? Pas op voor de opstap. Ja, hallo, ik allemaal. Sowieso we gaan bijna vertrekken. Hé, hey, Alfred! Hoe is het? Lang niet gezien, man! Nee, inderdaad, ja. Niet meer. Moet je niet meer spullen meenemen? Nee, ik heb mijn bot en ik heb mijn tasje mee. Daar zitten allemaal kwastjes in en mijn materialen. Oké, prima. Ik zie dat Martin hier ook meegaat. Oeh, jij ziet je. Ik ben zeker meegegaan, ja. Wie weet, ik heb wel mijn spullen meegenomen. Ik heb mijn bak biep meegenomen en ik wacht hier nog even op Jan. Oké. Jan komt er ook aan, of? Ja, Jan komt er ook aan, ja. Maar die zou het witte leiden. Die moest even zijn plantjes nog buiten geven. Prima, Jan komt eraan. Fred, Ariel, jij... Geen woord! Nee, we hebben al te veel gepraat. De ding is al dicht. Fred, gaan we echt de stad verlaten? Natuurlijk, wat denk je dan? Maar wat gaan we doen? Nog op Jan. Dat snap ik. We wachten op Jan. Maar wat gaan we doen? Want seizoen 3 van Content Veen gaat nog niet beginnen. Nee, maar dit duurt ook lang. Ja, dat snap ik. Maar wat gaan we dan doen? Reizen. We gaan op avontuur, jongens. Ik vind het hartstikke leuk. Nou, weet je, ik vind wel een plekje waar ik lekker ergens even kan staan. Ik voel me klein. Dat snap ik. Ik hoor wel wanneer we opstijgen, oké? Dat is goed. Helemaal prima. Nou, ik hoor het wel. Je hebt gewoon pech. Hij had gewoon ieder moeten zijn. Ik heb duidelijk aangegeven hoe laat wij hier gingen vertrekken. Ja, meneer, er slijt meer meneers op. Ik ben gewoon op Jan. Jan is mijn halve zijn vrienden. Wat is die aan het doen? Jongens, hoe moet je nu terug naar mij komen? En jongens, wat is gaande? Waar is Jan? Hoe is je man? Hè? Ik ben niet even terug meer met die. Hij is verdrietig omdat Jan er niet is, maar hij had gewoon weg gaan moeten. We zouden toch met Jan gaan vliegen? Ja, waarom zijn we gaan vliegen zonder Jan? Hij was helemaal niet te laat. Hij moest gewoon in een bak piepers ophalen. Bieten in de waard geven met de bureau in isolatie. En dan was hij klaar geweest, ja. En nu is hij vrij. Dus zijn we zonder Jan zijn we gegaan. Zonder boer Jan. U heeft de juiste conclusie gemaakt, ja. Wacht. Alfred. Ja, het is gewoon ieder moeten zijn. Alfred, waar is Ariel? Waar is Ariel gebleven? Ja, die kon maar 5 minuten al niet meer met jou uithouden, dus die is gesprongen. Ik lag te slapen! Hoe kon ze het niet uithouden? Ik was letterlijk ik lag te slapen! Ja, je was een beetje geluidje maken, zoals... En toen is ze naar beneden gesprongen! Ja. Oh mijn god, waar zijn we überhaupt? We zijn al zo ver weg! Ja. Ik herken dit helemaal niet. Nee, ik heb hoogtevrees.
Ik kijk niet naar beneden. Nee, dat snap ik dan. Hey, maar we zijn dus zonder Boeian. Ariel is al naar beneden gesprongen, dus we zijn al twee man kwijt. Ja, daarom gaat de ballon alleen maar hoger, want we... ja. Maar dan moet het vuur uitzetten, dan zakken we toch? Weet ik niet. Ik heb me niet goed ingelezen. We kunnen ook niet landen met deze ballon. Oh, we zitten vast in de lucht. Waar zijn we? Oh, dit... Ik vind het vreemd. Weet je? Ja, ik ga verder vast zitten met die ballon. Dat maakt me helemaal niet uit. Die Jan moet goed terugkomen, ja. Jan verzint wel iets, Marten. Jan is creatief. Hij heeft een eigen vliegtuig ooit die is neergestort, maar maakt niet uit. Ik ga verder slapen. En wat is er daarmee gebeurd? Die hartstikke hard hier die boel maar knalt, ja. Maak me maar wakker als we er zijn. Stort niet heen, Fred. Spring niet uit... Waarom zit je op mijn hoofd, Fred? Sorry. Hallo. Niemand uit de ballon springen terwijl ik lig te slapen. Ik wil niet nog hoger de lucht in gaan, oké? Nou, dan zou jij eens op moeten leggen. Als ik een teken van Jan zie, dan ben ik weg, hè? Ja, oké, dat snap ik. Nou, dan ga je toch weg. Ik ga verder slapen, jongens. Waar is iedereen nou weer heen? Fred, ik heb nog zo gezegd. Ik ga heel even slapen. En vervolgens word ik wakker. Fred, waarom verstop je? Hallo? Nee. Oh. Fred, wat doe je? Je hoofd in je lichaam. Wat denk je? Wat gebeurt er, Fred? Wat voor functie was dat? Ja, ik schrok. Heeft Fionn je wel goed in elkaar gezet? Volgens mij niet. Zit er een magneetje boven of zo die je hoofd in je lichaam aftrok? Ik moest niet, hè. Fred, mijn god, je hoofd werd van je lichaam afgetrokken. Gaat het met je? Waar zijn we? Waar is boer Martin? Waar is Alfred? En waarom is het hekje open? En waar zijn we? We zijn naar beneden gezakt. Waar zijn we? Eiland. Geen idee. Coördinaten weet ik ook nog niet. Moet ik pingen, maar ik weet wel dat de anderen naar beneden zijn gesprongen al. Oh, maar is dit een groot vasteland of is dit een eiland? Eiland. Dit is een eiland. Oh, dat ziet er mooi uit, Fred, dit eiland. Dat vind ik ook. Oh, ik vind het er cool uitzien. Hé, Martin en Alfred zijn naar beneden gesprongen. Oh, god, gaan we naar beneden zakken? Ik denk het wel. Ik weet niet of ik dat vertrouw al, Fred. Ik denk dat ik maar ook gewoon naar beneden spring. Nee, Fred, je wel landing. Ik weet het zeker. Nee, ik vertrouw jou niet met dit soort dingen. Ik ga vast. Ik zie je beneden wel, oké? Nee, alsjeblieft niet. Nee, dag Fred, ik vlieg vast. Doei. Ik vertrouw Fred niet met een luchtballon. Ik durf te wedden als we naar beneden springen, dan gaat hij crashen. Oh, ik hoor zombies. Oh jee. Oh jee, het is gelijk al onveilig op dit eiland. Fred, ik ben nog een land hoor. Oeh. Eén keer naar beneden springen, het is gelijk een crash. Fred, gaat het lukken? Ja, ik zie je zwaaien. Dag, Fred. Doei. Prima, dan weet je. Fred, kijk wel of je dat ding... Stel, hij kan hem landen. Kunnen we altijd nog terug als we willen. Stel, hij kan hem niet landen, waar ik van uitga. Maar wie weet, gaat het lukken? Dan hebben we nog een luchtballon. Waar zijn we beland? We zijn op een mooi eiland beland, zag ik net boven. Ik had net meer zicht dan dat ik nu heb. Nu is mijn zicht een beetje verminderd. Maar waar zijn we? Waar is boer Martin? En waar is Alfred heen gegaan? Maar ik vraag me af wat Fred voor avontuur hier dan wil gaan hebben. Hij heeft ons hierheen gestuurd met z'n allen. Ik weet niet waar Martin is. Fred, waar ben je? Waar is de luchtballon? Wat hoorde ik? Fred, er is rook. Nee, Fred. Ik hoorde een grote knal. Ik hoorde Fred schreeuwen. Ik hoorde een crash. Oh, volgens mij is het fout gegaan. Ik wist, ik zei het nog, dit gaat fout. Fred. Fred, wat is er gebeurd? Hij is echt neergestort. Oh mijn god. Fred, nee. Oh, de luchtballon. Fred, gaat het? Fred? Alleen, hij beweegt. Volgens mij is het systeem overstuurd. Ik weet niet wat er gaande is met z'n... Fred? Hallo? Leef je nog? Fred? Wat? Oh, ik zit helemaal kapot. Oh mijn god. Het is gelukt. Het is gelukt, man. Ik zei het nog, dit gaat niet goed. Wat ben ik blij dat ik op tijd naar beneden ben gesprongen. Ik zei nog, landen, dat gaat niet lukken met jou. Dat gaat fout, weet ik wat allemaal. En kijk wat je met de luchtballon hebt gedaan. Hij is helemaal kapot op de grond. Gaat het met je? Je lag op de grond. Ik heb je nog nooit zien liggen. Ik heb je wel zien zitten eerder. Ik heb je wel eens zien bukken, zien springen, maar zien liggen. Oké. Maar, weet je, maakt niet uit. Fred is gecrashed. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het leven. Fred, laten we op avontuur gaan. We zijn hier nu toch? Nee. Wat? Ja. Ja, prima. Wat is er aan de hand? Is je systeem een beetje overstuurd? Hallo? Fred, waar ga je heen? Wat ga je doen? Fred, wacht eens even. Je kan me niet zomaar achterlaten. Je neemt me mee. Je zei dit gaat leuk worden. Volgens crash je de luchtballon. En dan loop je van me weg. Wat ben je aan het doen? Kom eens terug. Fred, hij loopt gewoon van me weg. Waar ga je heen? Hey, stop eens. Fred. ik heb geen idee wat hier aan de hand is, jongens. Fred, stoppen. Groen.
Kijk, dat werkt altijd. Hier is hier heel veel groen. Jawel, er is hier heel veel groen. Fred, waar ga je heen? Ja, nu kan je niet verder. Er is water. Wat is je planning, Fred? Wat wil je doen? We gaan een huisje bouwen. Een huisje bouwen? Waarom? Wil je hier wonen? Samen. Ja. Weet je, prima. Ik ben toch de stad verlaten. Dat is afgelopen allemaal. Ik weet niet waar Martin is. Ik weet niet waar Alfred is. Ik weet niet of Jan ooit nog komt. Ik weet niet of we Ariel ooit nog terug gaan zien. Ik ben hier op een onbewoond eiland gestrand met jou. Laten we maar gewoon het beste ervan maken. Ik vind het helemaal prima. Ik heb al een mooie locatie hier gezien. Ik dacht hier bovenop dit heuveltje bij de boom hier. Als we hier nou gewoon ergens, of hier misschien beneden, een beetje in het dalletje, een leuk huisje. Ik ben echt mezelf aan het praten. Fred, volgens mij is het systeem echt stuk. Hij ligt weer op de grond. Hij is weer op de grond gaan liggen, weet je? Ik begin wel gewoon met wat houttakken. Dan gaan we een beetje het beste ervan maken, jongens. We moeten hier ook maar gewoon gaan wonen. Oh, we moeten hier ook maar gewoon gaan wonen. Wat doe je? Wat doe ik? Ik ben een boom aan het hakken vast om een huis te bouwen. Waarom? Dat heb ik jou nog nooit zien doen. Anders kwam bij jou uitkisten. Ja, in de grote stad waar we vandaan kwamen, ja. Maar hier moet alles opnieuw, Fred. Hier hebben we geen spullen. Ik heb niks bij me. Oh, ik heb dit bij me hier. Dat heb ik net waarschijnlijk net opgepakt bij de dingescrash. Dus hier mag jij hebben. Ik heb voor de rest heb ik niks bij me. Dus dan kan ik toch niks uit kisten pakken. We hebben hier niet eens kisten. We hebben niks, Fred. Wat ben je aan het doen? Tafel. Weet je, ga maar die boom daar hakken. Ik heb jou ook nog nooit een boom zien hakken. Ik weet ook niet of dat kan, of die in je arm dan breekt of zo. Maar we moeten het beste. Het wordt bijna donker, Fred. Het wordt avond. Ja. Laten we maar snel beginnen aan een huisje. A few moments later. Oh, dit duurt lang, jongens. Ik had gedacht, we bouwen even snel een huis, maar we zijn nog niet eens begonnen. We zijn letterlijk op het moment gewoon nog bezig met dirt weghakken en weet ik van... Fred, lukt het? Ja, kom maar aan. Fred, lukt het? Ik krijg honger. Ik denk dat we eten moeten gaan zoeken zometeen. Eten, ik ook, lekker. Ja, jij bent een robot. Volgens mij heb jij helemaal geen eten nodig. Dat klopt. Ik heb nog nooit gegeten. Fred, weet je, ik zorg wel, want dit werkt niet. We zijn allebei dirt aan het hakken. Ik heb zoveel troepjes bij me op het moment. Waarom is mijn wol zit los überhaupt? Als jij nou de houtstaak op je neemt, dan krijg je hier ook bloemetjes van me. Wat groene dingetjes. Hou ik de wol wel. En dan ga ik wel dirt verder hakken hier. Als jij dan even hout haalt, zorg ik wel dat ik een soort huis voor me kan zien. En als je terugkomt, gaan we bouwen, oké? Oké, dat is goed. Ja. Waar moet ik gaan hakken? Er is letterlijk een groot bos achter je. Oh. Ja, maar niet te ver, Fred. Niet te ver. We kennen het gebied nog niet. Het is een onbewoond eiland, denken. Maar wie weet is het wel helemaal niet onbewoond. Ja, dag Fred. Tot ziens. Oké, nu Fred even hout is gaan hakken, jongens, zit ik even te denken. Ik weet niet wat voor stijl we willen gaan bouwen. Ik dacht hier misschien een voortuintje, hier misschien het huisje zelf. En om Fred natuurlijk te gaan verrassen, lijkt het me leuk om het ook daadwerkelijk een beetje in een groene kleur te doen. Maar ja, hoe gaan we aan groene blokken komen? Ik heb oprecht geen flauw idee. Ja, hoe gaan we aan groene blokken komen? We kunnen cactussen gaan zoeken en dan daarmee groene dyes zien te regelen. We kunnen andere dingen gaan proberen te doen. Het is een hele moeilijke keuze, jongens. Sowieso is het natuurlijk heel onbekend terrein hier voor ons. We hebben... Huh? Is dat nou... Huh? Hallo? Hallo? Wie ben jij? Daar komt rook daar vandaan. Huh? Jongens, kijk, daar is daar volgens mij iets. Oh mijn god, wie is dat? Het is helemaal niet onbewoond. Ik wist het. Ik zeg het letterlijk nog... Nee. Fred, ik kom... Ja, ik kan wel schreeuwen nu, maar dat hoort hij toch niet. Ik kom eraan, Fred. Ik ga op avontuur. Ik ga op avontuur, jongens. Ik moet oppassen met wat ik doe als ik daar erop ga. Kan ik dan omhoog klimmen? Volgens mij wel. Laten we gaan. Het is de eerste keer dat we van ons... Ja, wat is het? Ons gebied daar weggaan en dat ik hier de rivier oversteek. Het parcours zien te halen, dat gaat goed. Wie was dat? Ik werd bespioneerd door een of andere man. Er liep hier een man achter een boom. Volgens mij had hij een verrekijker in zand. Ja, hij zat hier ergens achter deze boom. En hij kon gewoon kijken naar wat we aan het doen. Hoe lang zit hij daar al? Hoe lang heeft hij ons in de gaten gehouden, hallo? Volgens mij kwam er... Ja, hier. Kijk. Nee. Hier is niks. Daar is het. Oh mijn god, wacht jongens. Ik moet voorzichtig zijn. Daar is hij. Hij doet zijn gordijnen dicht. Of zijn lamellen. Hoe heet dat nou? Hallo? Hallo? Is er iemand thuis? Tuurlijk is er iemand thuis. Goeiedag. Ik zag u wel. En ja, uw huis staat hier. Dus ik kan moeilijk zeggen. Ik weet niet of hier iemand thuis is. Ik zag je naar binnen lopen. Ik kom gewoon naar binnen, oké? Ik doe je poort open en dicht. Om het netjes te houden. Hallo? Is er iemand thuis? Ik blijf het vragen terwijl ik weet dat er iemand thuis is. Misschien een beetje... Oh, ik schrik me helemaal kapot. Goedemiddag. Middag. Dat is onbeleefd. Hallo? Goedemiddag. Ik zag u staren naar mij. En ik zie dat u hier een prachtig huis heeft. Wie bent u? Hallo?
Dat is niet wat ik had verwacht. Hallo? Wacht, kom even. Het is een beetje krap hier. Ik ben Max. Ik ben hier met een luchtballon op de grond gecrashed. Althans, een soort van. En ik zag u staan. Ja. En u bespioneerde mij. Dat vond ik niet helemaal netjes. Nee. Jawel, volgens mij had je een noem je dat? Een verrekijker zelfs in je handen. Nee. Nee? Maar wie ben jij überhaupt? Ik ben Benny. Je bent Benny. Woont u hier alleen? Ja. Waarom? Ik dacht dat het onbewoond was. Dat dacht ik ook, ja. Ik dacht dat ik de enige was. Ja, maar dat zeg ik net. Wij komen net aan. Hoe lang woon je hier al? Al heel mijn leven. Al heel je leven? Ja. Maar hoe ben je hier geboren dan? Neergelegd. Neergelegd, oké. Okay. Je bent met een matje. Weet je, nou, we hebben het al andere keer over je geboorteverhaal. Hey, ja, maar ik moet weer naar binnen. Nee, wacht. Benny, wacht. Ik heb honger. Het is misschien een beetje stom om dit te vragen, maar heb je wat eten voor mij? Ja, misschien wel. Wil je buiten eten? Mag ik even binnenkomen? Kom maar binnen. Oh, ik mag binnenkomen. Ik weet niet of ik binnen wil komen, jongens. Maar ik heb in ieder geval echt honger. Hey, dankjewel voor de gastvrijheid. Oh, wat een mooie, gezellige interieur heb je hier. Kan ik zitten of zo? Heb je je voeten wel geveegd? Ja, ik heb mijn voeten geveegd. Ja. Helemaal top. Hey, het is een mooi huis dit. Leuk stijl, leuk interieur en zo ziet er goed uit. Ja, dankjewel. Maar kan ik zitten? Want ik heb recht, ik heb een honger. Ja, neem plaats. Wil je koffie, thee, melk, chocomel, water? Alleen wat eet. Zo, zie ik daar helemaal glas op mijn keel. Water! Oké, doe maar wat water. En dan ook even wat eten graag, dat vind ik vooral belangrijk. Wat wil je? Doe maar wat lekkers, wat je hebt. Waarom zegt iedereen dat altijd als je vraagt wat ze willen? Wat lekkers? Ja, gewoon wat lekkers. Kijk maar wat je hebt. Ik weet toch niet wat je hebt. Ik kan moeilijk zeggen, doe maar een lekker roosterd kippetje en een stuk brood en een warm stuk varken, weet ik wat. Kan ik toch moeilijk van je vragen? Ja, maar ik heb het wel. Hier heb je vast wat water. Oh, lekker, dankjewel. Nou, lekker water drinken, jongens. Helemaal top. Enig is dat ik nog steeds ontzettend trek heb. Want ik heb nog maar 3,5 dingetje. Maar wie is Benny? En waarom? Ik dacht dat we alleen waren. Ik moet het echt aan Fred vertellen dat we niet alleen zijn. Hallo. Hallo. Ik heb wel wat eten voor je. Ja, lekker. Wat heb je voor me? Even kijken hoor. Ja, het ziet er heel leeg uit je ijskast of je koelkast. Ik moet nog boodschappen doen. Waar? Je woont alleen, je zeg je. Er zit toch een supermarkt hier in de buurt? Ja, maar ik kan toch zelf ook boodschappen doen? Ik heb in ieder geval een stuk varken, ja. Een broodje en een stukje kip. Oh, je hebt precies wat ik vroeg. Ja. Nou, gaan we even kijken welke volgorde. Ik neem eerst de kip, of nee, het varken. Dan neem ik de kip. En dan bewaar ik het brood als je het niet erg vindt. Wil je glas terug? Ja, graag. Heb ik nog afwassen. Ja, dat snap ik. Hier heb je je glas terug. Hey, Benny, dankjewel voor je gastvrijheid. Ja, maar ik denk dat ik wel terug moet naar Fred. Want ja. Die... Oh ja, ik ben trouwens niet alleen, dat je nee. het weet. Oh. En we zijn zelfs met wat meerdere mensen als het goed is op het eiland. Alleen ik weet niet waar de rest is, eerlijk gezegd. We gingen hier met 5 man heen. En uiteindelijk ben ik met 2 man geëindigd. Ja. Dus ja, maar mogelijk dat de rest nog ergens is. Ja, prima. Maar ik moet ook weer aan het werk. Dus, Wat voor werk doe je? Als ik me vraag in de mijnwerker of zo, als ik je zo zie. Nee, ik werk in de bouw. Je werkt in de bouw? Ja, Benny de bouwer. Heb je dit huis zelf... Benny de bouwer. Ah, sorry. Ik heb nog steeds een beetje... Ik merk het. Wilt u nog een glaasje water? Nee, nog 1 glaasje alsjeblieft. Ja, dat mag. Maar, ben je hem daar aan het vullen? Oh, joh, je bent helemaal met de kraan. Dat is logisch, natuurlijk ben je met de kraan bezig. Hey, Benny de bouwer. Ja, dat komt eigenlijk wel goed uit, want ik wil een huis bouwen. Ik neem even eerst wat drinken, dankjewel, lekker. Ik wil graag een huis bouwen met Fred de robot. Alleen, we hebben niet echt de blokken en ik vraag me af of het goed gaat als we met Fred samen een huis bouwen. En ik wil hem groen maken en zo, alleen dat gaat zoveel moeite kosten. En jij bent de bouwer. Dat klopt, ja. Wil je anders even met me meelopen? Dan kan ik je laten zien wat mijn planning is. Ik weet niet of je veel werk hebt naast misschien mij. Je zegt net dat je alleen bent, dus ik weet niet wat je allemaal bouwt. Genoeg. Oh, ik ga heel even kijken naar de planning. Ja, kijk jij maar even. Ja, prima. Ik wacht hier beneden. Ik wacht buiten wel, oké? Ik wacht buiten wel, prima. Laten we even buiten wachten. Jongens, die Benny. Ik had niet verwacht dat hij zo zou klinken, man. Met een stoppelbaardje en weet ik wat allemaal. En vervolgens hoor ik hem praten en ja, klinkt hij anders dan verwacht. Zijn lamellen daar. Oh, die zijn wel open. Kan ik een beetje naar binnen kijken? Wat is hij aan het doen? Oh, daar staat hij. Kijk, wat is hij aan het doen? Hij is van alles aan het... Oh jee. Oeh. Ik weet het niet, jongens. Maar misschien is het een heel aardige man. Misschien kan hij ons wel helpen met het huis van Fred bouwen. Of het huis van mij en Fred. Uiteindelijk weet ik ook niet of ik samen met Fred wil wonen. Hij is de lamellen open en dicht aan het doen. Maar weet je, we laten hem wel gewoon even aan hem zien wat de planning is. En wie weet kunnen we hem wel ons huis laten bouwen. Hey Benny, ben je klaar?
Wat? Ik weet niet of je planning buiten te zien is. Waar ben je? Hier, achter, voor je deur. Oh, hallo. Heb je naar je planning gekeken? Ja. Oh. Ja. Nou, ik moet ook geen grapjes maken over zijn stem. Misschien kan hij er wel niks aan doen. Oké, je weet waar het is, want je was ons aan het bespioneren. Dus je bent nog even je mail aan het kijken. Je bent alleen! Waarom heb je überhaupt een mailbox? Oh, je weet me nooit. Ja, maar heb je ooit wel eens iets erin gevonden? Ooit post of zo? Nee. Alleen, nee. Er heeft ooit een vogelnestje in gezeten. Oh, er heeft ooit een vogelnestje in gezeten. Ah, dat vind ik leuk. Hé, kom mee. Kom mee. Je hebt hier varken, dus je bent niet helemaal alleen. Hoe heet het varken? Of is dit niet jouw varken? Nee, dit is niet mijn varken. Oh, prima. Nou, kijk, daar op dat platte gebied daar. We hebben al een beetje de funderingen voor het gebied platgestampt, als het ware. Dus dan kunnen we daarop gaan bouwen. Ja. We wilden even kijken. Fred is nu hout hakken en zo, dus ik moet hem ook nog over jou vertellen. Fred? Dat zeg ik, Fred de robot. Had ik eerder over gehad al. Robot? Ja, een robot, ja. Oké. Okay. Prima. Merkwaardig. Ja, het ding is, het is wel nat. Als in, je moet wel even zwemmen om naar de overkant te gaan. Ik weet niet of je het erg vindt. Nee, ja, nee, nee. Nee, ja, nee, nee. Nou, duidelijk nee. Hoppakee. Zo, oké, dan is het hier. Dit platte stukje hier. Hier wil ik een groot huis maken. Met Fred zijn favoriete kleur groen. Een beetje in principe jouw huis vond ik wel leuk. Maar dan eigenlijk wat groter als het kan. En dan een beetje groenig. Oké. En heeft u al gedacht aan waterleidingen? Niet aan waterleidingen, nee. Waarom niet? Riolering? Nou, moet ik daar aan denken? Nou, waar gaat dan al die uitwerpselen naartoe? Geen idee. De zee, de oceaan daar. Ja, maar hoe komt het daar? Het weet ik, het emmertje. Oh ja, oké. Ja. Ja. En welke kant wilt u de tuin? In principe lekker aan de kant van de zon. Dus aan deze kant. Naar het oosten? Naar het oosten, ja. Een tuin op het oosten. Dan heb je dus altijd ondergaande zon. Ja, maar eigenlijk wil ik het liefst gewoon de ingang ook die kant op hebben. Dus het liefst net zoals jij eigenlijk een voortuin, weet je. Ik hoef niet zo specifiek een achtertuin. Oké. Het gaat eigenlijk meer om Fred's huis, dus ik denk dat Fred ook niet... Ik denk dat Fred hier gewoon een voortuin wil en aan die kant is het ook zijn ingang. Oké. Benny, gaat het? Ja, ik moet even nadenken. Prima. Doe je? Wat is hij aan het doen? Hij is... kan ik je ergens mee helpen, of...? Nee. Ik ben even aan het kijken of de grond goed is. Oh, prima. Snap je dat? Doe jij je ding. Ik hou wel veilig afstand. Doe dat maar vreemd, even, jongens. Ja. Ik vind het een beetje vreemd wat Benny de... Hij is met de dirt in zijn handen op de vloer. Hij is een beetje de vloer aan het inspecteren, volgens mij. Kijken of de grond wel goed is. Benny? Hoe wil ik dit trouwens gaan betalen, besef ik nu? Daar komen we zo meteen op, momentje. Ja, neem je tijd. Je bent gaten in de vloer aan het maken. Oh, de dirt gaat helemaal niet heel diep hier. Oh, dat gaat helemaal. Ja, dat komt omdat we natuurlijk... Ja, het was hier hoger, de grond. Maar we hebben, zeg maar, de vloer een beetje al wat lager gemaakt. Om het wat platter te maken. Dus vandaar dat er misschien niet zo'n diepe dirt laag zit. Maar je hebt nu overal gaten in de grond gecreëerd. Penny. Ja! Wat is er? Oh. Nee. Ik denk dat het wel kan. Ja? Ja, ja dat je denk kan ik hier wel, een huis bouwen? Ja, dat denk ik wel. Ik ben er al helemaal enthousiast over eigenlijk. Oh jee. Ik heb hier vast wat dirt voor. Ik weet niet of je daar wat mee kan. Nee. Nou, dat is even goed deze grond. Maar leuk. Ik zeg maar, ik wil heel graag dat je hem bouwt. Maar ja, jij gaat denk ik hoeveel dit niet gratis doen. 2. Wil je een mooie lichtinval beneden en boven? Prima. Wat voor kozijnen? Wil je misschien een schuifdeur of gewoon een openslaande deur? Een openstaande deur. Wat voor horen vloertje wil je? Wil je visgraat of wil je een gewoon een laminaat vloer? Verras me. Okay, verras me. Wat voor bed, een waterbed of een normaal bed? Verras me met alles. Ik wil het niet weten. Hij moet zolang het huis maar groene aspecten heeft. Het moet zo groen zijn als wat Fred van de, zo groen als de blaadjes. Groen als de blaadjes, dat moet helemaal goed komen. Ja. Nou, nogmaals, mijn naam is Benny de Bouwer en ik bouw graag een nieuw huis. Prima. Ja, maar... Ja. Maar... Dan de offerte. Ja, dat is natuurlijk het dingetje. Ik heb 1 broodje en dat is eigenlijk alles wat ik heb. Ja, die heb je van mij gekregen. Dat klopt. Fred is nu nieuwe dingen halen. Het enige wat ik heb is brood, mijn aanwezigheid en we hebben daar een kapotte luchtballon op de grond liggen. Meer is er niet. Ballon zeg je? Ja, een kapotte luchtballon op de grond. Wil je anders even kijken? Hij is daar, bij die rook. Dan kijken we samen, gaan we even die kant op. Dan kan nou, ik het laten zien aan dan, je. Want ik heb niet alle tijd van de wereld, hè. De plicht roept en de mensen roepen. Wat wil je allemaal nog meer doen als jij denkt dat je alleen bent op dit eiland? Jeetje, Mina, wat een vraag.
Nou, hier, kijk, daar ligt hij helemaal kapot op de grond. Dit is waarmee wij hier zijn gekomen. De bedoeling was dat we hem rustig zouden landen. Maar Fred heeft het gedaan en nu ja, is het zo geëindigd, de luchtballon. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat vind ik nou ook, ja. Is dit genoeg misschien? Nou, weet je, als ik al die materialen mag hebben, dan doe ik het ervoor. Prima, van mij mag het. Eén ding, het is niet mijn luchtballon technisch gezien, dus ik zou even met Fred moeten overleggen. Die moet ik dan heel even daar in de bosjes en de bomen vinden en zo. Ja. En daarna... Ja, maar ga ik in ieder geval wat bouwtekeningen maken. Ja, ga jij maar vast bouwtekeningen maken. Dankjewel, ja, Benny. Ja, dat is goed. En dan ga ik dan het mooie huisje aan van te maken. En dan ga ik, ja, daar komt het wel helemaal goed als het ja. Oké, weet je jongens, wij gaan die kant op lopen waar Fred was. En dan hopen we dat we Fred vinden. Die zal tegen deze tijd, neem ik aan, belachelijk veel hout al hebben gehad. Althans, dat mag ik hopen. Misschien wat eten hebben geregeld voor onszelf. En ik hoop nog wat andere goede dingen. Dus laten we even kijken of we Fred hier ergens in de bosjes hier kunnen vinden. Fred! Fred, waar ben je? Er staan nog te veel bomen hier om te zien dat jij hout hebt gehakt. Fred, als je iets anders hebt gedaan, hè? Oh, ik heb zoiets productiefs gedaan. Ik heb iemand ontmoet. Ik heb weet ik veel wat gedaan. Iemand gaat ons huis bouwen. Waar ben je? Ik wou ook niet te ver, want ik ben bang dat ik de weg kwijtraak. Het blijkt een eiland te zijn, dit. Maar het is wel een mega-eiland. Oh, rook, rook. Hier is iets. Hier. Wat ben je aan het doen, Fred? Fred, we hadden afgesproken. Je zou hout hakken. Hallo. Je zou hout hakken. Nu hier een kampvuurje in je eentje aan het organiseren. Ik was de weg kwijt. Je was de weg kwijt, man. Je hebt niet eens één boom volgens mij omgehakt. Wel. Ja, je hebt hier dit en dat trouwens kunnen creëren, dus in principe geloof ik het wel. Yes. Maar hoezo de weg kwijt geraakt? Daar staat een boom. Dat is geen boom, dat is geen hout. Dat is één stukje hout gewoon. Die heb ik gehakt. Toen deden mijn handen pijn. Fred, ik heb heel goed nieuws voor ons. Maar voordat ik dat ga vertellen, hoe ben je hier terechtgekomen? Hoezo verdwaald? Ik ben letterlijk 2 seconden deze kant op gelopen en ik heb je gevonden. Dus hoezo verdwaald? Er is daar al water. Het is een eiland, Fred. Je kan onmogelijk echt verdwalen hier. Niet zo boos doen. Nee, oké, sorry. Wat is er gebeurd? Ik liep en liep en liep. Toen was ik hier. Oké. Hey, heb je eten kunnen regelen op z'n minst? Nee. Maakt niet uit. Fred, als je even mee terugkomt. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Wat wil je eerst? Het goede. Het goede nieuws. We krijgen een huis, die wordt voor ons gebouwd. Joepiee. Hij wordt groen. Ja. En we hoeven er zelf niks voor te doen. Dat rijmt. Dat was niet eens de bedoeling. Het slechte nieuws is... Oh. We moeten... Waarom wilde je me afleiden zodat je het vuur uit kon doen? Ja. Waarom? Dat maakt niet uit. Het slechte nieuws is, de luchtballon, die moeten we weggeven. Oké. Okay. Oh, dat vind je niet zo erg? Nee. Oh, oké, nou prima, laten we teruggaan. Dan kan je Benny de Bouwer ontmoeten en dan kan je zien, kunnen kijken. Benny de Bouwer. Geen zin in bezoek. Fred, weet je de weg terug of? Nee, ik ben verdwaald. Oké, kom maar mee. Kijk, Fred, zo ver was het niet. We zijn er alweer. Het is daar. Je hebt nog niks gedaan. Nee, kijk, je klinkt boos. Wacht eens even. Kom eens hier. Dan laat ik je wat zien. Kijk eens wat daar staat. Daar is het huis van Benny de Bouwer. Vind je? Ja. Hoezo ja? Hoe kan dat? Ja, die woont hier blijkbaar dus al zijn hele... Fred, er is echt wat mis met je hoofd. Er is echt wat mis met je hoofd. Waarom schiet hij af en toe los? Vet cool. Weet je, laten we teruggaan. Benny de Bouwer gaat beginnen met het bouwen van ons huis. Hij mocht de luchtballon mocht hij hebben, want die wilde die heel graag. Dat was zijn... Prijs, waar ben je? Oh, daar ben je. Hallo. Dat was zijn prijs. Kom. Wat was de prijs? De luchtballon. Mag niet. Je zegt net ook dat het niet uitmaakt. Geen tip. Oké. Nou, Fred, laten wij dan even afwachten wat Benny de Bouwer voor ons gaat doen. En dan moeten wij de luchtballon denk ik maar eventjes op... Wat? Gaten in de grond. Gevaarlijk. Heeft hij gedaan, Fred. Let er niet op. Weet je, Fred, ga jij die gaten maar fixen. Nou, jongens, bedankt voor het kijken in deze video. Het is een nieuwe serie, een nieuw verhaal, een nieuwe wereld. Ik ben hier met Fred en alle andere karakters die mee zijn gaan reizen naar deze wereld. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Reageer even wat jij allemaal wil zien gebeuren. Er gaat van alles gebeuren. Ik weet nog niet precies wat, want ja, we moeten het maar zien. Ik weet het wel. Wat gaat er gebeuren, Fred? Van alles.
Jongens, dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker even niet deze video te kijken. Dit is namelijk het laatste Content Veen deel. Hierin is Content Veen Survival Seizoen 2 geëindigd. En nu spreek ik later een glaasje water. Delta, zie je, flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!